ik ben Yveske. En ik ben Jente. En wij zijn de Klimaatjes. Dit zijn de opnames voor hun eerste filmpje. Yveske en Jente maken die, met een beetje hulp, voor de inwoners van hun gemeente Bokstol. In de winkels in Bokstol. Wist je dat in de winkels in Bokstol deuren dicht blijven, zodat ze minder energie hoeven te gebruiken? De filmpjes zijn eigenlijk bedoeld voor volwassenen, maar ook voor kinderen, opa's en oma's. Eigenlijk voor iedereen. En dat doen we eigenlijk om mensen te inspireren, want het is voor het klimaat. Nou, komt hier. Daarom gaan ze de straat op. Hey, hey, wordt dus wakker allemaal. Als het om de aarde draait, spreken we dezelfde taal. Praten ze met klimaatdeskundigen uit de omgeving. Namelijk boswachter Frans Kaptein. En houden ze interviews. Wat doet u om energie te besparen? De twee zijn er de komende tijd erg druk mee. Zo moesten ze vanmiddag nog naar het gemeentehuis. Want daar zijn ze officieel benoemd tot klimaatburgemeester. En ze zongen hun eigen klimaatlied. Ja, klimaatburgemeester houdt eigenlijk in dat je op jonge leeftijd, wat wij nu, want we zijn nog jong, om het klimaat geven. Dus dat we ook echt al bezig zijn met wat is er met het klimaat aan de hand en hoezo warmt de aarde op. Als niemand er aandacht aan besteedt, dan over 100 jaar dan gaat het wel echt een stuk slechter. En dat willen we natuurlijk niet. Vanmorgen is de Nationale Klimaatweek begonnen. Oh kijk, het gaat beginnen. Minister Jette gaf online een toespraak voor de nieuwe klimaatburgemeesters. Ik geloof dat iedereen iets kan bijdragen aan duurzaamheid. Ook kleine stapjes zijn belangrijk. En dat vinden Yveske en Jente dus ook. Zelf willen ze het goede voorbeeld geven. Nou ja, ik ga fietsen naar school, maar we hebben ook zonnepanelen op het dak. En ja, we scheiden het afval. Ik ben vegetariër. Een innoverend product dat CO2 uit de lucht haalt en het omzet in zuurstof. Dat is toch niet zo moeilijk? Hoezo, wijsneus? Dat noemen ze nou een boom. Ja, in één keer goed. Dus het eerste filmpje gemaakt, op naar de volgende. Ja. Waar gaat die over? Ja, over het klimaat.